Hello, I'm Samuel, one of the fans of the Youth Food Movement, and today we're at the Power to the People event in Amsterdam on the Dam Square. A friend of ours, he's an organic farmer, is coming with a lot of potatoes to dump them here for the consumers to take home for free. At this moment, potatoes are so lowly priced that he cannot sell them on the market. It's even cheaper to bring them here than to sell them. And I hope tomorrow everyone realizes how crazy it is that we are living with a food system in which food is actually worthless. Dus daarom deel ik ze vandaag uit hier op Amsterdam, op de Dam. Het zal wel komen door wereldhandel, maar we willen het in ieder geval niet begrijpen. Neem zoveel aardappelen mee als je wil. Laat je bakfiets voor in je fiets. En zodat we ze niet hoeven te verspillen. Power to the people! Ik zou zeggen, grijp de kans. Dames en heren, neem zoveel aardappelen als u wil. Maar als u een donatie wilt doen voor Krichtbein, hier staat een bak. Want de aardappels zijn wel goedkoop, maar niet zonder waarde. Hier staat de bak. Wordt verhandeld op een wereldmarkt alsof het een fiets is, bij spreken, terwijl je eigenlijk zo helemaal niet kan denken. Je hebt de grote hoogste, minder grote hoogte.